Hey mensen, top dat jullie kijken welkom bij deze nieuwe werkplaats voor. Ik ben er meteen aan begonnen, hè? Een stuk van die waterpomp eraf halen. Nou, het probleem was steeds het waterkanaaltje. We zijn bezig om de motor in de 69 te hijsen. Nou, het is nu een beetje moeilijker omdat de koepel erop staat. Daardoor hebben we iets minder ruimte, moet de motor iets kantelen op het moment dan in de steunen leggen. Dit waterkanaal dat zit hier eigenlijk direct bij de steun. Je ziet hier de boutgaten van de steun zitten. Nou, je ziet precies rechteronder zit dat kanaal. En die steun die steek je zo over en je snapt het, als die motor erin gehezen wordt, en dit is die steun, dan gaat hij tunk tunk tegenaan, dat gaat niet. Dan moet je hem eigenlijk iets met de bovenkant naar daar toe duwen. En dan kan hij er langs en dan kan je hem erin leggen. Maar dat kan nou dus niet, want hij moet net andersom erin gehangen worden nu. Hij moet dus juist met de bovenkant naar hier, want anders kan hij niet onder die koepelrand door. Dus, nou, kijk of deze, die ga ik er nou afhalen. Nou, hopelijk hebben we daar genoeg ruimte, we kunnen erin laten zakken. En dan hoop ik dat ik deze dadelijk er ook nog opgeschroefd krijg als het ding erin ligt. Want dat is natuurlijk het volgende. Pinnetjes op zitten of zo. Ah ja. We hebben ze. Oh, is je nog goed? De pakking is nog wel heel hoor. Oh. Ja. Ja, dit was het gezeik, hè. Hier. Ellendig ding. Oh, als dit gewoon een slangklauw was die erin kon draaien, dan was het makkelijker geweest. Nou vlieg je erin. Kijken. Zo. Even kijken. Ja, nou moet hem daar achterover gaan kantelen. Zij toch? Ik wou zeggen, ja. Het ligt al op zijn plek. Dus een paar centimeter zakken nog dat ik iets te steunen. Dat is goed. Touchdown. Wow. Daar is hem. Ik voelde heel de boel zakken hier. Ja, dat snap ik. Dat is in één keer 1000 kilo erbij. Nou, en ik denk dat hij er wel bij tussen past weer nu. Ja, dit is gewoon zo. Is gewoon de manier. Eigenlijk. Ja, alleen dat ene. Alleen dit ding moet er wel tussen passen nu, want anders moet je er weer uit. Alleen dat ene dingetje staat. Ah, maar kijk. Ik denk wel dat het gaat. Kijk. Ja hoor. Kijk, die krijgen we er wel weer opgeschroefd. Ziezo. Nou, daar zijn we gisteren denk ik toch wel meer dan een uur mee bezig geweest om het ding proberen erin te krijgen zo. Dat is nou 2 minuten gedaan. Nou, dat is fijn. Ja, dan kunnen we meteen de video afsluiten. Oké, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende. Hey. Hey. Hier, kijk dan hoe menens dat was met het waterkanaal. Hij heeft hem echt beschadigd. Je moet daar ook eventjes goed de braampjes eraf halen. Tja. Nou, dit is het hele punt. Als dit dingetje hier niet zat, zo, dan was er niks aan de hand. Dat was zo makkelijk geweest. Dit is echt een klote ding. Dus zelfs als je hem gewoon, als je die motor in een transportsteun wil hijsen, dan is dit ding echt. Ik ben elke keer bang dat we die afbreken, want elke keer moet hij daar zo'n beetje omheen gegogeld worden. Ziezo. Zou precies moeten gaan. Wordt het dekseltje van de shuntbox voor de wiesel. En dan uitsnijden. Dat is jammer dan. Ah, ja. Zo, bijna bal spelen, hè. Mooi. Nee, ik leg hem daar bij de wiesel werkplek. Ja.
even een bakje koffie, of zo. Gaan even een bakje koffie doen, even een beetje moed verzamelen voor dadelijk dat werk daar in de motorruim. Leg nou de tussenbak even erin zonder die tandbussen erop. Dan kunnen we namelijk de uitleiding gaan controleren. Misschien dat namelijk een vulplaatje onder de motor moet ofzo. Als ik dit zo zie, ziet het nou uit dat daar wel een soort van nodig is. Want deze ligt wel een stukje hoger dan die. Gek, want er lagen eigenlijk geen vulplaten onder, dacht ik. Oh, hij ligt erin. Hey. Oh, dat kan ik wel gaan. Ja, dat is niet vanzelf hoor. Nee, dat zal wel. Ja, vanochtend wel, maar gisteren hebben we toch eens een partij staan beulen en het ding kantelen en zo hier. Echt zo krap, oh, hè? Oh, de lak op is schade. Oh, gelukkig is een tank geen sportwagen, dus dan mag het. Maar hij ging er niet langs. De waterpomp kon net niet langs de motorsteun. Ja, ik zei gisteren al, ik zei ja, we moeten gewoon een stuk van die waterpomp eraf schroeven en dan is het veel makkelijker. Vanochtend, ja. 2 minuten. Echt zo, erin. Ja, als je het helemaal weet, hè? Ja, het is... Veel dingen zijn makkelijk, maar je moet maar net even weten hoe het moet. Ja. Probleem los ik zelf op, joh. Dan lag je nog op een randje, die bak schuif je net. Hij valt een trappetje dieper en nou lijkt het al een stuk beter. Ja. Verder aan de rups natuurlijk. En er is nog een rups, die ligt in het magazijn. Die gaan we dadelijk even tevoorschijn halen. Dan kan deze motor, die is afgetopt en wel. Dan kan die naar het magazijn toe. En we hebben ook... Nieuwe balken voor onze palletstelling. Hey, dat is mooi. Kunnen we een paar lagen bijmaken. Dat is echt fijn. Dat gaan we er dadelijk ook gelijk inzetten. Erbij gekregen en aanrijbeveiliging, hè? Hey. Ja, dat is ook mooi. Ik weet niet wat er in dat doosje zit. Oh, er zullen die haakjes zitten om te voorkomen dat je die liggers eruit kunt tillen en zo. Laten we het uitpakken en dan gaan we eventjes hier wat meer. Kijk, want het ding is nu. Kijk, we hebben hier hebben mooi. Hebben we nou 3 van die liggers. 4 lagen. Hè? Er komt ook nog een laag natuurlijk. Nou, hier kunnen we er nog bij. Kijk, daar zit zelfs maar 1 dingetje erbij in. We moeten even kijken naar de verdeling wat handig is. Ivo, laat op je been. Ja. Oh, hé joh. Goeiedag. Oh. Daar zat een brief bij. Ja, nee, Robby doorheen. Ja, onze brief is doormidden
van Netcon. Er staat hi Emiel en de rest van het team hier bij de liggers voor de uitbreiding van de palletstelling bij jullie in het magazijn. Complimenten hoe jullie de laatste tijd bezig zijn met het herindelen van de werkplaats en het magazijn. Daar dragen we als Netcon natuurlijk graag een steentje aan bij. Naast de liggers heb ik ook nog 4 Defenders toegevoegd. Dit zijn voor Netcon ontworpen beveiligingen rondom de staanders van de palletstelling. Deze zorgen ervoor dat de stelling zelf niet beschadigd raakt bij een aanrijding met een heftruck. Echter weet ik niet of ze ook opgewassen zijn tegen andere tankmachines in de werkplaats. Veel plezier met de producten en ga zo door. Groetjes van Sjors en het hele Netcon team. PS, vergeet niet de veiligheidspinnen in de liggers te monteren. Safety first. Zo. Hey, nou dankjewel hoor. Die gaan we natuurlijk monteren. Oh, kijk joh. Ja, daar zijn die pinnetjes. Wacht, dit is natuurlijk het belangrijkste. Hé, hey, zitten daar. Oh, snoepjes in. Laten kijken. Oh, het zijn mini stroopwafeltjes. Lekker hoor. Die gaan ook, ja, ook keilbouten voor die aanrijbeveiligingen. Oh, super. Het is helemaal compleet. Ja, dit zijn die palletjes inderdaad. Dit smaakt wel. Kijk, zo moeten ze komen dan. Zit al vast? Nee, jongen. Ah, maar die kunnen we er wel in boren. Alleen dan moeten we het enige wat we dan moeten doen is even met de pompwagen de pallets naast de poot om weghalen. Ja. Nou? Ja, er is een andere microfoon zit erop nu. Oh, en nou klinkt het een stuk beter, of niet? Ik heb wel de indruk dat er een soort van ruis op zit wel. Ik hoor de hele tijd een ruis. Je hoorde dat ook? Ja. Dat is de heftruck. Dat is de heftruck. Ha! Nee, mensen thuis, laat vooral even weten of dat geluid nou beter is, ja of nee. Ja. Ik ga hier te kijken. Zeg, we hebben nou een keer plek. We kunnen hier gewoon nog een auto zetten. Gas M20 hier zetten. Zo, camera voor, hupsa, opgeruimd. Oh. Zo moet je het doen. Oh, ik had eigenlijk verwacht dat als ze dat aan zouden sluiten, dat het gelijk rond ging eigenlijk. Doe het contact op binnen, of nee? Tja. Zullen we dat? 12 volt, hè? Ja, dat is goed. Ja, is goed wel. Oh ja, we willen wel rijden, we hebben alleen geen stoel. Staat hier iets vrij? Ik ga er niet los. Oh ja, daar. Ja, serieus, je duwt echt gewoon, echt serieus, de Bendex gewoon erin. Is weg. Ja, echt? Oh ja, hier. Ja, dat blijft toch weg. Ik weet niet. Oh ja, hier. Hebben we vonk of niet? Weet ik niet, die ga ik niet voelen. Wacht. Voel eens even. Ja? Zo, nou we hebben nou zoveel ruimte bijgekregen aan die andere kant. Kunnen we mooi die gas M20 daar neerzetten. Maar ja, het is natuurlijk wel leuk als je er op eigen kracht naartoe kan rijden. Dus dat gaan we gewoon even proberen. Zo deze even aan de kant. Die mag sowieso in die hal. Dus krijgen we hier echt een
partij ruimte, joh. Oh, zo nog een tank bijzetten. Hij loopt alleen door de stakje. Hij loopt op alleen met een beetje startpiloot. Hij moet misschien even doortrekken, Jan. Als je het even aan. Maar voordat hij het heeft aangezogen, dan zijn we wel even eentje verder. Dus laat, laat hem een handje helpen. Zit er geen handpompje op? Nee, ja, hier misschien wel trouwens. Dat zou kunnen hoor. Het is natuurlijk wel... Oude munt. Ja, hier zit, hey, serieus, zit zelfs een ijzerdraadje aan. Oh. Nou, we hebben ook een tikpompje. Ja, je komt hem... Nou, we hebben eerst hand aan, dat wel. Ik ruik wel aan. Komt hier serieus gewoon lucht uit. Je hoort ook inderdaad. Ja, er komt gewoon lucht uit, dus eigenlijk hoef je hier al niks meer te doen. Als er benzine is, dan moet het komen. Niet zo. Maar ik denk hier wel meer mee kan... Het moet van ver komen. Ja. Dan gelijk een kapelsteur dan. Wel een beetje groene benzine. Dat is nog heel nieuw. Pas wel op dat je niet direct hem helemaal onder de benzine kwakt. Daar voel ik niks van. Kijk eens. Daar komt Jan aan. Oh, dat vind je fijn, jongen. Oh, wat heeft hij nodig? Een beetje vis. Ja, daarom spoelt hem maar een beetje door. Dat is wel goed, want die benzine kan daar toch de sproeien niet van verstoppen. Want dat giet we zo in de carburateur. Kom, laat hem aankoppelen. Oké. Moeten we daar... Oh, die moeten eigenlijk even doorpompen wel. Die benzine, dat je deze ook kom. Nog hebt. Ja. Jawel, hij heeft net al gepaft, hè? Hij zei net al poef. Oh, dat is waar, ja. Ja. Ja, oké. Zo. Dat is op de... Nog een beetje? Nee, helemaal niet. Ja, ik ben iedere keer te laat. Ja. Nog niet in ieder geval. Nee. Hoe dat hij vond. Maar waarom deed hij dat dan net dan niet? Met starten? Dat weet ik niet. Nou, dan laat hem zo. Draai hem gewoon zo ja, rond. Ik wou net zeggen, we gooien hem zo even rond. Misschien staat het contactpuntje wel niet goed, dan gaan ze niet open, hè? Kijken. Heel af en toe. Ja. Als die contactpunt spelen niet goed. Ja. Nee, maar hij zit nou op een hoog punt. Ja. Hij zit nou op een hoog punt. Dat is niet zo moeilijk. Doe die hem maar een beetje draaien. Ja, maar die draait zo al mee volgens mij. Hoor. Ja, kijk. Ja. Nou moet je het doen eigenlijk. Ja, zie je wel. Ja, nou. Ja. Even het contact af. Ja. Die kunnen we gewoon afzetten. En die speling even een beetje bijstellen. Even 10. Laten we een volle maatje pakken. Kan. Dan wordt hij minder natuurlijk. Dan moet hem eventjes... Oh, dat is maar nog groter. Ja. Je kunt dan die voelemaat gewoon ertussen zetten. En dan... Dan ga je hem dicht houden.
Ja, precies. Nou ja, hij gaat uit zichzelf dicht door de... Oeh, wacht even hoor. Niet dat hij er dadelijk tussen valt, ja? Oh, wacht. Moet ik hem even open duwen? Ja, ik ga hem al. Ja, maar dan moet hij ook die kant op, hè? Want anders dan... Oh. Dit zou moeten zijn dan, denk ik. Ja? Ja, best wel goed eigenlijk, hè? Ja, in ieder geval beter. Ja. Maar je ziet de delica boven en ondervonkje zie je dan bijna niet bij het contactpuntje. Oh ja. Mooi. Ik ga straks in gas geven. Blij mee, hè, met je nieuwe knopje. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het geluid straks is. Hij wil heel graag eens aan knopjes van andere mensen zitten. Ja, daar is Tom. Ja, we zijn even lekker een pakje koffie aan het drinken. Ja, je kunt het nou niet zien, maar hij heeft zeg maar daar zo... Wacht, je kunt wel zien. Wacht even, doen we gewoon. Je gaat nou de camera aanzetten op mij. Kijk hier. Wacht daar, even. Zie daar. Zie je dit hier? Ja, hier zien we hem. Ja, ik kom niet dichterbij nog. Hij heeft gewoon een notenhouten handgreep daar. Zie je echt zo'n ja, handrem, nou zie je het goed. Zo'n luxe handrempedaal, knuppel, hendel, hoesje, dingen. Met daar drukknopje. Kijk, ik kan hem uitzetten. Nou staat hij weer aan. Nou is hij weer aan. Daar, en, zie je dit. Daar zo. De nieuwe microfoon. Dat is de staart van de kat. Die hebben we net afgeknipt. Ja. Ja. Dat hebben we net gedaan toen ze Lucas zag. Anders was die staart niet dik genoeg, maar nu wel. Ja, de vorige keer was van de grijze kat en nou van de zwarte. Ja. Ivo is er ook blij mee, hè? Zeker, ja, fijn. Ivo is er ook blij mee. Ja, hoeft hij zijn eigen muts niet af op de microfoon te zetten. Ja, ik kan mij niet mijn muts ophouden. Ja, hij is gewoon een beetje warm. Lekker. Hij is tot leven gewekt. Hij rookt ook. Hij heeft wat. Ik zie daar water koken.
Ja. Maar als je goed de temperatuur, ik denk niet dat die circuleerde of zo. Ik denk dat alleen de radiateur vol zat, vermoedelijk. Dat kan wel. Oh ja, hier is het lekker warm. Ja. Ja, dan kunnen we zo nog opladen. Nou ja, dit is een spul van de luxe waaien. Dan ga ik met de luxe waaien. Zo wel eens 1, 2, soms 3, 4. Dan mag ik uitleggen wat er is gebeurd. Ik kom net binnen stappen, hè. Ik ben onschuldig. Ik heb ondertussen daar de camper naar binnen gepuzzeld. We hadden hem dus. Waarom hier even optrekken? Daar rijdt hij bijna alles over. Waarom hier optrekken op dat regeltje? Zo, wat een gekweekje. En toen trokken we het gewoon het wieltje knakte eronder uit, ja. Net jammer. Ja, er zijn te veel onderdelen opgeschroefd op die wiesel. Hij is te zwaar geworden voor de wieltjes. Ja, is jouw schuld, Robby. Je hebt hard gewerkt. Ja, je hebt te hard gewerkt. Alles zit erop. Zo kun je er wel langs zetten, niet? Ja, ik denk, jou moet ik iets uitsturen, zo, maar... Wat is dit allemaal? Dat zijn we op schroefkraken. Ja, rijd je maar achteruit naartoe hier. Dan trekken we hem naar voren en dan gaan we nu onder hier dan, hè? Ja. Dat is het rechtste deel. Kom. Naar buiten. Ja, doet dat zwengwiel het überhaupt wel? Wacht even. Jawel. Ja, ik denk niet dat de koker snel door zal draaien, eerlijk gezegd. Gewoon redelijk. Druk er wel af. Ja, het wiel komt dan wel mee. Ja. Dan moet er nou eigenlijk. Hij stuurt nou de veerpakket. Nou ja, hij maakt niet veel. Dan schuift hij wel. Kom. Hij reed een beetje nou weer. Ja, dan moet je daar met je voet tegenaan houden. Zo, wacht, dan zo. Ja, dat was wel hè. Nou, nee, dat wel. Hoe kan dat nou dat een militair, joh? Schermietijd nog best wel veel daar. Ja, oh, maar ja, de bal zit hier verder naar deze kant. Dan ben je aan het beginnen. Ja, graag wel. Kom maar, dat is klein. Ja, dat is wel goed. Dat is wel niet uit. Eigenlijk is dat goed. Toch, het van binnen. Ja. Even duwen, dat lijkt wel heel goed zo. Hey, mooi. Perfect zo. Ik denk dat we het gewoon ook gelijk gaan afsluiten. Daar een paar pelletjes even binnen rijden. Maar dit is goed. Die rups moet zeker naar binnen, ja. Anders gaat hij roepsten. Anders heb je rupsen. Roepsen. Die even optellen. Ja. Zo. Ja, dat komt zo wel. Ja, maar dat gaat goed. Kijk. Zo. Ja. Het is galmd. Ja. Zo. Ziezo. Nou, toch weer een boel gebeurd zo vandaag. Hey, en het is ook tijd. Het is gewoon nog 5 uur geweest, dus we moeten het gaan afsluiten. Dus ik zou zeggen, bedankt voor de assistentie. Zeker. En de gezelligheid, tuurlijk. Zekers. En jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Houdoe.